een school waar kinderen zelfs in het weekend met veel plezier naartoe gaan. En een school die het verschil kan maken in het leven van opgroeiende kinderen. De Goudse Weekendschool. En aan tafel nog een organisatie met Goudse in de naam, de Goudse Schouwburg. En zij komen vertellen wat voor moois er allemaal het komende seizoen gaat komen. Onze gasten zitten al aan tafel. Mijn naam is Annemarie Visser en dit is Goudstad Informatief. En het thuis natuurlijk weer heel hartelijk welkom. Leuk dat u er bent. We hebben een hele mooie tafel. Alex Mooren van de Schouwburg komt vertellen over spannende dingen die het komende jaar gaan. Maar we hebben ook twee jonge gasten. Adam en Chloé. Ik hoop dat ik het goed zeg. Hele mooie namen. En Nienke van de Weekendschool. En daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Straks gaan we uitgebreid met jullie praten. Maar ik wil eerst van jullie weten, zijn jullie wel eens in theater geweest? Adam? Ja, één keer met school. Toen gingen we naar Spierfie. Dat was in de kinderboekenweek. Ja, Alex zit al heel hard. Zeker, knikken. Ik was er ook. Ja, hebben jullie elkaar toen gezien? Of kan je niet, hoeft je niet ik kan me niet meer herinneren, maar vast wel. Ik denk het wel, want het waren zoveel kinderen. Ja, leuk. En jij? Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik heb zelf een keer opgetreden. Wow, het betere werk. Ja. Ja. En dat was wel heel leuk. Dus ja. Ik heb wel meegemaakt hoe het voelt op het podium te staan. Cool zeg. Ja, Nienke, moet ik eigenlijk ook aan jou vragen. Hè? Ben je wel eens in het theater geweest? Ja, ik kom heel veel in de Goudse Schouwburg. In de Goudse Schouwburg. Heel graag, ja. Want daar gaan we het over hebben, Alex. We hebben een prachtig seizoen achter de rug. Het gaat weer helemaal goed met de Schouwburgen. Heel goed, we gaan ook niet meer over dingen die ooit waren. Wat gaat er allemaal komen? Kan je een tipje van de... Ja, je hebt het weten? Ik moet even op beeld zien natuurlijk. Want dit... Als het goed is, heeft iedereen die vaker in de Schouwburg komt deze thuisgestuurd gekregen. Ja. Als dat niet zo is, kom hem ophalen of kijk op de website naar de 280 voorstellingen die erin staan. 280 en die we vanaf september volgend jaar weer gaan brengen. Ja, ja. Ja. Wat gaan we zien? Wat mogen we verwachten? Neem ons mee. Heel veel weer van alles. We hebben heel veel mooie kindervoorstellingen. We gaan dit jaar ook meedoen aan de Jeugdtheaterweek. Oh, leuk. Waarbij we gewoon echt gaan promoten dat het gewoon heel leuk is om naar het theater te gaan. Vanaf welke leeftijd je dan ook bent. Dus daar zijn jullie heel welkom bij. En we hebben natuurlijk weer heel veel muziek, cabaret, opera, ballet, toneel, theatercolleges, alle genres zijn er. Ja, voordat je straks nog meer gaat vragen van wat ja, jij bent programmeur, jij vindt alles mooi, want anders zou het er niet komen. Maar wat dan echt is, wat we niet mogen missen. Wat ik wel heel erg interessant vind, is dat alle Schouwburgen, maar de Goudse Schouwburg in het bijzonder, eigenlijk een heel breed palet aan dingen hebben die ze organiseren. Het is niet alleen op het podium, maar het is er ook omheen. Ja, ik werk er nu 2,5 jaar in de Schouwburg. Ja. Tineke Maas, onze directeur, 5 jaar. En wij hebben allebei zoiets van de Schouwburg zijn niet die muren waar je alleen maar artiesten ontvangt. Wat superleuk is en heel belangrijk. Maar je bent er echt voor, door en met de stad. Ja. Dus we zijn echt heel open. Dus als je een mooi idee hebt, kom het ons vertellen. En wellicht kunnen we jouw project in de Schouwburg doen. Ja. Dus we hebben afgelopen seizoen een heel mooi project gedaan met ouderen en jongeren. Waarbij oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt hun verhalen hebben verteld aan jongeren. Die hebben daar een voorstelling van gemaakt en op 4 mei hebben die gespeeld. Ja, indrukwekkend was dat. Dus het lijkt me heel mooi om dat bij elkaar te brengen, dat oud en jong, en te verbinden. Is ook heel mooi. En dat is ook echt een plek van het theater. Van je, nou, vroeger was het van gezien en gezien worden. En we merken dat mensen dat nog steeds heel leuk vinden om naar de Schouwburg te gaan, om echt uit te gaan. Maar we zijn er ook echt om te verbinden. Ja, want we gaan niet op allerlei plannen van de overheid en weet ik wat. En we gaan het zeker niet over de bezuiniging hebben. Maar ook bijvoorbeeld dat je ziet dat de overheid steeds meer promoot, hè, de Raad van Cultuur bijvoorbeeld, dat de Schouwburg een verbindende rol heeft in de samenleving. En dat het heel laagdrempelig ook moet zijn. En niet alleen maar voor een elitair clubje wat af en toe naar de Schouwburg gaat. Nee, en wij programmeren dus echt voor iedereen. Dus voor iedere Gouwenaar is er iets te vinden. Ja. En wil je al een tipje? Ja, nee, volgens mij was dit een bruggetje naar dat je eindelijk gaat vertellen wat we moeten gaan kijken. Ja. Vertel ons, neem ons mee. Het liefst alle 280 voorstellingen. Ja. En het is echt wat je zegt, kill your darlings. Want ze hebben ze echt met heel veel plezier uitgezocht en uitgenodigd om te komen. Waar ik zelf heel trots en blij mee ben, is dat Theater Carré in Amsterdam, die heeft nu affiches hangen in heel Amsterdam,
Wende exclusief in Carré. Ja. En ze suggereren daarmee dat Wende alleen maar naar Amsterdam komt. Maar ik ben zo brutaal geweest om te zeggen dat de Goudse Schouwburg lijkt op Carré. En dat ze echt ook naar Gouda moet komen. En dat toen zei ook, ze, ja. Dit vind ik zo leuk. Ja. Dus Wende die komt echt 3 dagen ook in Gouda spelen. Dus en in Carré en in Gouda exclusief. Verder hebben we heel veel leuke muziek. Ja. Douwe Bob komt, Ilse de Lange, Fleming, die vinden jullie misschien leuk. Of, ja, zie je, ik zie er al iemand. Ik hoor van heel veel jonge mensen van, yes, Fleming komt. Ja. Dus dat is heel goed. We hebben heel veel cabaret. Leuk. En wat heel leuk is dat Arjen Lubach terug theater ingaat. Ja. Dus dat is echt heel leuk. En Jan-Jaap van der Wal, die het laatste jaar ook heel veel televisie heeft gedaan. En die komt. Die is ook weer terug met de voorstelling. Dus dat is echt mega tof. Ja. Verder hebben we op toneelgebied natuurlijk de oude getrouwe Anne-Wil Blankers. Die komt met een prachtig toneelstuk. Ja. Maar ook Jan Kooijman, die gaat in een stuk spelen naar een boek van Saskia Noord. Ja. En Isa Hoes komt na 10 jaar weer terug het theater in. Dus ook op toneelgebied hebben we heel veel mooie dingen. Nou, dat vergeten we misschien wel een beetje. Maar Nederland heeft natuurlijk een hele mooie toneeltraditie. En ook echt grote mensen, grote namen die echt goed zijn. Ja, en wat we ook niet moeten vergeten, dat in het buitenland staat de voorstelling heel lang in een stad. Ja. En moet het hele land reizen naar die plek. En in Nederland krijgen we het allemaal gewoon in onze eigen woonplek. Ja. Wij zijn een van de weinige theaters die Saturday Night Fever krijgt. Met Buddy Vedder. En daar hoeven Goudenaren alleen maar voor naar de Boelekade om gewoon deze West End musical te zien. Ja, nou, toen wij de geluidcheck hadden, toen zei je nou, ik heb de saaiste baan van Nederland. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, nou dat bedoelde ik eigenlijk niet. Volgens mij zit je in de snoepjeswinkel. Je zet me nu wel voor het blok. Ja. Ik heb de meest eentonige baan, wilde ik eigenlijk zeggen. Omdat ik begin altijd om 8:30 ochtends en ik vertrek om 9:45 avonds. Ja. Maar dat komt gewoon omdat overdag vind ik het heel leuk om het programma samen te stellen. Maar 's avonds is het natuurlijk heel leuk om en het publiek te ontvangen en de artiesten. Dus ik ben er gewoon heel vaak zelf ook bij. Helder. Het boek ligt dus bij de Schouwburg. En op de website is het natuurlijk ook... Zeker. En donderdag aanstaande begint de verkoop. Ja? Dus vanaf 30 mei, 7 uur, kan iedereen... ze kunnen dus nu al kijken op de website. Maar vanaf donderdag 30 mei kunnen ze online bestellen. Of bij de kassa langskomen om kaarten te kopen. En wees er snel bij. Zeker, ja. Want het zijn grote namen. Dankjewel. En nu we weten wat de mooie dingen in het theater zijn, willen we nu alles weten van Adam en Chloé over de weekendschool. Ik zei je naam goed? Ik zie je een beetje kijken. Ja, het is een mooie naam, maar moeilijk om te onthouden. Adam, wat is de weekendschool? Nou, de weekendschool is vooral dus op zondag. Dus, en dan het begint het 10:30. Zodat je ook een beetje kan uitslapen. En dan ga je eigenlijk gewoon... dan laat de kinderen een beetje de wereld zien. Dus dan ga je dus... Of er komt een gastdocent naar ons toe... Omgaan met de fiets meestal, maar als het een beetje ver is, gaan we meestal met de bus. Gaan we ergens naartoe en worden we daar rondgeleid. En dan krijgen we daar dus een rondleiding en een presentatie over wat het precies is, hoe het werk gaat daar. En dan vertellen hun dus eigenlijk gewoon alles over hun werk in hun vrije tijd. Ja, ja, op zondag na 11:00, want je mag uitslapen. Dat vind ik een heel mooi streven. Chloé, jij hebt allemaal mooie certificaten. Ja. Vertel er eens wat over, want je kan ook echt inderdaad, je krijgt ook een certificaat, hè? Ja, als je 1 jaar erop zit, dan krijg je een zilveren. Ja. Die heb ik dus ook. Jij hebt ook een zilveren, want jij zit er ook. Geef maar even in, laat ik hem op de camera zien. Dankjewel. Ja, staat je naam ook heel mooi op. Vertel erover. Bij 1 jaar krijg je een zilveren certificaat. En daarna krijg je een gouden. Als je het tweede jaar op zit. Ja. En dat kan ik ook wel even laten zien. Graag, graag. We zijn heel nieuwsgierig, we willen alles van je weten. Ondertussen stel ik even vragen aan Nienke. Want ze gaan naar bedrijven op bezoek, maar het is niet een voorlichting over wat je later wil worden. Nee, nee. Wat is het doel, het idee erachter? Ja. Nou, Adam zei het eigenlijk heel mooi. Het is echt met z'n allen elke zondag de wereld ontdekken. Ja. Zodat de kinderen zich heel vrij gaan voelen in de wereld en welkom en weten hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Dus het is echt, ik zeg altijd, 4 beroepen kijken we naar de wereld. En voor mij is het geen doel dat de kinderen na 2 jaar weekendschool weten wat ze willen worden. Ik wil het eigenlijk liever niet, want dan denk ik, dan heb je oogkleppen op. Terwijl je juist heel breed moet kijken als kind en de wereld
ligt aan je voeten. Ja, dus, ja soms zie je natuurlijk gelijk van, hey, dit is het vak wat ik later wil uitoefenen. Nou, dat zie je ook wel aan kinderen inderdaad. Sommige kinderen voelen zich helemaal happy in het ziekenhuis en een ander die gaat helemaal stralen als ze bij de Schouwburg op bezoek zijn bijvoorbeeld. Of bij kraambedrijf Nederhof, ik noem maar wat. Ja, Chloe, kan jij vertellen een bedrijf waar je bent geweest en wat je daar zo leuk vond? Toen er proeflessen gedraaid werden, toen moesten alle tweedejaars leerlingen moesten ergens naartoe. En dus we gingen een keer naar Stubbe toe. Ja. Met, dat is een, volgens mij een vrachtwagen. Daar ging je dan, daar mocht je inzitten en dan ging je een rondje rijden. En je ging hoe je vrachtwagens de inhoud moest schoonmaken. Oh, zo. Tankauto's hebben ze bij Stubbe. Ze rijden daar ook voor de chemische industrie en zo. Ja. Het zit bij Julianensluis. Oké. Ja, ik ken het bedrijf niet. Maar vertel verder, want je zat... En dan mocht je er dan in zitten, dan ging je een rondje rijden. En ik wist zelf niet dat er een bed achter het stuur was, achter de zitplek. Oké. Ik dacht altijd dat er in de inhoud, achter, dat daar een bed was met alle spullen. Ja. Maar dat was niet, het is niet zo. En dat heb je daar ontdekt? Ja. Ja. Ik heb ook wel eens gezien dat ze een heel klein keukentje in de zijkant, zat ze op zo'n parkeerterrein uit een keukentje te eten. Hoe selecteren jullie de bedrijven? We denken erover na wat we de kinderen willen leren en dan zoeken we daar de bedrijven mee bij. Ja. Het komt ook zeker voor dat bedrijven ons opzoeken, omdat ze graag betrokken willen zijn bij ons. We zijn echt als weekendschool heel blij in Gouda met alle mensen die ons, met ons meewerken en lessen geven. Zo eigenlijk. Ja, maar wat misschien wel heel belangrijk is om te benadrukken, is dat jullie dus een particuliere stichting zijn. Jullie zijn niet een onderdeel van het gewone onderwijssysteem. Nee, we zijn een stichting inderdaad. En voor een groot deel worden onze kosten betaald wel door de gemeente Gouda. Ja. Maar ruim een derde wordt ook betaald door allerlei bedrijven. Centric, Rabobank, Groenhart Ziekenhuis, Nederhof, Stubbe ook, die we net al noemden, dus en nog meer. Ja. Ja, wat vond jij een leuk bedrijf om te gaan kijken? Centric, want mijn vader is ook programmeur, die heeft ook bij Centric gewerkt. Ja, dus daar kom ik. Dus dat vond ik ook heel leuk om te zien hoe hij daar werkt en zo. En toen hadden we ook zo'n soort van speeltje of zo. En die kan je dan koppelen aan je laptop. En dan ga je echt programmeren en dan niet met JavaScript. Dat vind ik een beetje te moeilijk voor kinderen. Dat houdt in dat je echt met teksten en cijfers. Ja. Maar dat zijn programmeerblokken. Die schrijf je dan in. En daarmee maak je programmaties. En dan ging dat ding dingen doen. En daar gingen we ook werken met AI. Dus eigenlijk liet ze een beetje zien wat ze deden. En dat was ook een van de grootste dingen wat we hadden gedaan. Van Centric is een van de hoofdsponsors, volgens mij, als ik het goed zeg. En daar gingen we dus ontbijten. Daar gingen we dus met AI werken met dat ding. En dat vond ik heel leuk om te doen. Ja, begrijp ik. Welke vaardigheden willen jullie kinderen echt meegeven op de school? Want je zei, we willen ze breed laten kijken. Want ik zie hier twee kinderen die ontzettend goed kunnen vertellen waar ze geweest zijn. En heel wel bespraakt zijn. Ja, we beginnen vaak met het blok communicatie. En dan leren we de kinderen om goede vragen te stellen. En ook te durven. Hè, en Chloe vertelde mij net van, ik weet nog wel, die les, dat was de eerste keer dat ik een vraag durfde te stellen. Hè? Ja. Dus dat vinden we inderdaad heel belangrijk. We hebben altijd lesblokken over een thema. En dan... De laatste les van het thema is dan presentatieles. Dan gaan de kinderen een presentatie voorbereiden of een toneelstukje of een rap of een quiz of wat dan ook. En dan komen de ouders 's middags allemaal en de broertjes en de zusjes en de opa's en de oma's. Ja. En soms de leerkracht of de buurvrouw ook nog. Of vrienden. Ja. En dan gaan ze voor de klas vertellen of een toneelstukje doen of een liedje zingen. En dus dat is natuurlijk ook super leerzaam. We horen heel veel terug van oud-leerlingen dat ze hebben leren presenteren bij ons en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ja, is het echt die zelfontplooiing en die zelfvertrouwen waar jullie op inzetten? Ja, er was een jongetje die zei tegen mij, ik weet veel meer over veel en ik ben blijer geworden. Ja, nou, daar werd ik dan weer heel blij van. Ja, ja. Want wie zijn de leerkrachten? Want het is niet alleen naar bedrijven, hè? Jullie geven ook lessen. Ja, we hebben drie klassen die hun eigen vaste leerkracht hebben, dat gewoon geschoolde mensen zijn en die worden ook betaald. Verder wordt heel veel werk uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn altijd assistenten in de klas en andere ondersteuners. Want als je met 20 kinderen op de fiets naar, noem eens wat, fiets, dan moet het wel veilig zijn natuurlijk.
Nou ben ik even mijn verhaal kwijt, wat wilde ik gaan vertellen? Wat is het over leerkrachten? Elke klas heeft zo'n vaste leerkracht die in de gaten houdt hoe het met de kinderen gaat. En wat voor dat kind belangrijk is. En die ook het programma van de dag in de gaten houdt natuurlijk. Ja, want hoe zijn jullie bij die week? Want jullie zitten wel op andere scholen, hè? Misschien dat jullie toevallig bij elkaar op school zitten, maar in principe zitten jullie op andere Goudse scholen. Ja. Hoe komen kinderen bij de weekendschool terecht? Grappig dat je het vraagt, want net vandaag zijn bij alle basisscholen in Gouden deze folders gebracht voor alle kinderen van groep 7 en groep 6. Ja. We gaan dus alle scholen langs om te vertellen over de weekendschool en dat het gratis is voor de kinderen. En heel goed voor je toekomst. En dan kunnen de kinderen een proefles komen volgen. En daarna mogen ze samen met hun ouders besluiten of ze willen komen. Ja, zo zijn jullie er ook bij. Wat vonden jullie echt, waarom dachten jullie, ja, daarom willen we erbij? Dus vooral omdat het me heel leuk leek om dan naar het bedrijf te gaan en zo en achter het scherm te zien. Maar ook gewoon omdat het ook best wel leuk leek om zondag dan ook een best wel actieve en leerzame dingen te doen. Terwijl je ook gewoon plezier maakt. En bij mij, dus mijn juf nu, Linde, zij kwam ook bij ons op school. En mijn vrienden, die zaten er dus ook al op. Ja. En van hun had ik het ook al gehoord. Dus zo ben ik een beetje bij de school gekomen. Ja, en jij, Chloé? Nou, het leek mij ook heel erg leuk. Vooral omdat je dan over beroepen leert. En dan heb je een stapje dichterbij gezet. Ja. Zodat je meer weet over misschien wat je later wilt worden. En ik heb er ook hele leuke vriendinnen ontmoet. Ja, daar ben ik ook belangrijk. Heel trots op. Ja. Nou ja, weet je, het is al heel flauw, volwassenen zeggen het al. Maar volgens mij gaan jullie er wel komen in het leven. Want kanjers hoor, hallo. Mooi gedaan. Hey, dank. Wat is jullie website? www.goudsweekendschool.nl www.goudsweekendschool.nl En daar kunnen kinderen zich ook aanmelden voor een proefles. Of de ouders of de leerkrachten. Dus ken je iemand die jaar of 11 is, groep 7, groep 8 volgend schooljaar? Van harte welkom voor een proefles. Kom kijken en word ook zo'n kanja en krijg hele mooie certificaten. Ja. Goud en zilver. Dank jullie wel allemaal dat jullie onze gasten wilden zijn. En heel veel succes op school en een heel mooi theaterseizoen. Dankjewel. En thuis natuurlijk heel hartelijk dank voor het kijken. En we zien jullie heel graag terug. De volgende keer bij Goudstad Informatief. Tot snel. Dag. Het is al klaar.